Koning Leopold is een gerespecteerde drugsdealer die al veel geld heeft verdiend. Maar hij is geobsedeerd om zijn eigen drugsvelden te hebben. Kijkt op het internet om te weten te komen waar het loon van mensen het laagst is en komt uit in Congo. Ja, hallo met Mr. T. Hi, Mr. T. Ja, dat is met de Leo, hè. Zeg, ik heb eens een vraagje. Weet jij toevallig wat dat Congo is? Ik heb er wel eens over gehoord, alleen dat schijnt in Afrika, maar ik weet dat niet liggen. Ja, Leopold, dat is lang geleden, hoe is het? Ja, Congo ligt ergens in het midden van Afrika, hè. En dat ligt echt onder Europa of zo, maar je kunt er met een boot uit geraken. Oh ja, met mij is alles goed. Ah, en dat is goed dat je er met een boot kunt geraken. Ah, ik zal morgen maar eens een afspraakje maken voor dat over te nemen, hè. Ja, Leo, je moet daar wel geld voor hebben. Ja, dat wil ik wel. Ik heb nog wat vrijstjes liggen, hè. Hoeveel gaat dat dan niet kosten? Ja, ik denk toch meer zin dan jij denkt. Leopold denkt heel erg na hoe hij aan geld kan geraken. Hij komt uiteindelijk op het idee om Money for Congo te organiseren. Met dit project hoopt hij veel rijke mensen te overtuigen dat het een goede zaak is om te sponsoren. En gaat hij zelf ook op pad. Hij pakt zijn gitaar en gaat muziek spelen op straat. Ik ga me echt niet lukken, hè. Iedereen werkt met tegen. Ik heb nog geen geld. Maar ik heb een plan. Gaan we wetenschappelijk congres organiseren met allemaal drugsdealers. Het congres loopt dan snel uit op een feest van 3 dagen. Maar 's ochtends op de 4e dag begint de vergadering pas. Alle andere dealers zitten met een kater en wanneer Leopold met zijn idee voor de dag komt, is iedereen al snel akkoord, want ze willen het liefst hun roes uitslapen. Dus, iedereen goed geslapen? Oh, waar begint jij nu? Kijk, dus mijn wetenschappelijk experiment nog iets uitleggen. We gaan naar Congo om daar een plantage op te richten en de mensen daar te helpen. Maar ik heb er geld voor nodig, ja, dus daarom heb ik een auto nodig. Ja, doe maar wat je wilt. Doe maar wat je wilt, blijf je. Leopold stuurt meteen een brief naar alle drugsdealers van de hele wereld met de boodschap dat hij een wetenschappelijke expeditie gaat doen naar Congo en dat iedereen hem hierin moet steunen. Hierdoor krijgt hij al heel wat geld bij elkaar, maar dit is niet genoeg. Daarom begint hij te gokken bij de paardenraces en mee te doen met de lotto. Na enkele maanden telt hij zijn geld nog eens en komt hij tot de conclusie dat hij genoeg geld heeft. Nee, heb ik genoeg, zeg. Het laatste ding dat hij nu nog moet doen om zijn plan te voltooien, is de Franse minister van kolonies aankopen. Dit doet hij via een tussenpersoon. En natuurlijk is het geen probleem voor de rijke Leopold. Bonjour, madame. Bonjour. Dag, meneer de minister. Ik heb gehoord dat u geïnteresseerd bent in Centraal-Afrika. Oui, dat klopt. En zou u niet kunnen regelen dat koning Leopold daar een vrije staat kan oprichten? Dat weet ik niet zo, maar... in dat geval kan er altijd iets geregeld worden. Zolang die meneer Leopold nog niet aan die valle Britten komt. Natuurlijk niet, dat zal hij nooit doen. Ik breng het in orde, mevrouw. Okay. Dat is prettig zaken met je doen. Om de Britten ook nog aan zijn kant te krijgen, koopt hij dan een Britse kraamtap om in te spelen op het volk in zijn voordeel. Hallo? Hello, do I speak with the English Gazette? Yes. If I give you £1,000, can you put something in your Gazette that I want? Yes, I think I can arrange something for that. What do we have to publish? I don't know. I will tell you later. In het begin geraakte de plantage niet goed op gang. De
De inwoners moesten allemaal nog leren hoe ze met deze drugs moesten omgaan en hoe deze moest worden gekweekt. Leopold ging het eens bij de Belgische staat proberen, maar die wilde hem niet helpen. Hij riep toen maar de hulp in van Tipu Tip, de belangrijkste drugsdealer in het gebied. Man, Jan, dat trekt hier op niks, hè. Die werken gewoon niet. Hoe lang gaat dat hier nog van die moeten duren? Plots deed kardinaal Lavernier een oproep tegen de illegale drugshandel. Leopold zag het gevaar in en misleidde daarom heel de wereld. Hij stelde voor om de kruistocht tegen dit kwaad op zich te nemen als hij 25 miljoen zou krijgen. Illegale drugshandel moet stoppen. Die dealers moeten kapot gemaakt worden. Rustig, rustig, mensen. Nee! Rustig. Okay. Geef mij 25 miljoen frank en ik zal een kruistocht houden tegen het kwaad. Toen hij dit bedrag had, ging hij onmiddellijk aan de slag met de uitbreiding van zijn plantage. Hij ging op expeditie naar Katanga, waar er schijnt veel drugs aanwezig zijn, maar toen hij daar aankwam, was er echter niets te vinden. Tijdens deze uitbreiding kwam Leopold echter in contact met lokale drugsdealers en pikte zijn handlangers heel wat drugs in. Ondertussen vielen er ook nog eens Arabieren binnen in Congo. Zij werden verslagen door de mannen van Konga Lutete op bevel van Leopold. Uiteindelijk moesten de Belgen alleen nog van Konga afgeraken en in een gevecht werd zij vermoord door een handlangster van Leopold. Deze moord was echter een slechte zaak voor Leopold, want de mannen van Konga namen wraak en zo werden vele van zijn handlangers gedood. Leopold geraakte stil en failliet. Zijn drugs wilden maar niet groeien, maar juist toen Leopold bijna alles kwijt was, werd de fiets uitgevonden. Leopold had wel veel rubber gevonden in Congo en kon dit dan gaan verkopen. Hierdoor werd hij weer stinkend rijk. Miljarden, hè. Drugsplantage wil maar niet lukken. Hij groeit niet in een zakje in dat gatland. Alleen maar wat van die stoeme rubberbomen. Maar ja, daar kunnen we niks mee doen. Hè. Ja, kunnen we met rubber maken. Ja, we hebben kast failliet. Oh, wat is dat? Oh. Oh, ja, ja, het gaat, het gaat. Wat is dat? Dat is mijn nieuwe uitvinding, de tweewiel trapmobiel. Wat doet zoiets? Ah, wel, je kunt op trappen. En je gaat snel vooruit als met de voet. Oh, dat is wel ferm. Ja, ik vind dat ook. Dat is precies rubber, hè? Dat is ook rubber, heb je goed gezien. Oh, ja, man. Hey, man. Hier staat keiveel rubberbomen en ik heb keiveel man. Dus ik kan al die rubber voor u leveren. En dan kunnen we samen daar iets van dat uitwerken, want ja, als je daarmee valt, dat is niet goed, hè. Nee, dat is waar, maar ik vind dat wel een goed plan. Dat moeten we zeker doen. Ja, dat vind ik ook. En hoe heet dat? Ja, ik heb het wel gezegd, tweewiel trapmobiel. Wat is dat voor naam, tweewiel trapmobiel? Ja, dat rijmt, dat past toch? Ja, maar noemt dat dan een Leopoldmobiel? En dan mij genoemd, dat is van, oh, mooie Leopold, ja, grote Leopold. Ja, maar je hebt gewoon rubber geleverd. Ja, maar dat is juist de essentie. Dat is wat dikkenekkerig, hè, vind je dat niet? Of noem het gewoon de fiets. Dat is goed. Dat paard klinkt, dat is passend. Dat is zo kort, krachtig. Ja. Oké. Oké, we hebben een deal. Deal. Maar toen ontdekte een zekere Morel dat er geknoeid werd met de cijfers. Hij begon een campagne tegen Leopold in de kranten. Leopold probeerde Morel dan maar om te kopen, maar dit lukte niet. Oei, 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 dat klopt hier niet. Leopold is echt met loesje zaakjes bezig. Hallo, spreek je met de kranten? Ja, ik heb een heel belangrijke mededeling. Leopold is echt heel slecht bezig. Hè?
Kunt je daar een artikel over publiceren? Oké, merci. Dag. Zeg, wat is dat allemaal? Wat kan jij hier doen? Ja, wat kom ik hier doen? We hebben tegen de kranten gezegd. Er moet iemand zijn die dat de waarheid zegt. Ja, maar kijk, iedereen heeft zijn vrees. Kijk, als... jij gaat eerder voor zorgen dat ze zwijgen. Nee, daar werk ik niet aan mee. Ik werk niet mee met uw plannetjes. Dag. Jawel. Nee. Ja, je gaat meehelpen, hè? Ik blijf de kranten de waarheid zeggen. Kranten liggen altijd. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Nee. Uiteindelijk kwamen de dealers uit Engeland en de VS in opstand. Ze stelden Leopold voor een keuze. Of verkopen aan de Belgische staat, of de kolonie zou bevrijd worden door een leger. In 1908 verkocht Leopold zijn kolonie voor 95 miljoen frank aan België en zo bleef hij maar weer een stinkend rijk. Give it to me. We are all on toxic.